Wiek Maastricht groeit steeds meer uit tot een zeer bijzonder gebied als het gaat om horeca, vooral voor de fijnproevers. Echt culinaire restaurantjes, geheimtip zou ik bijna zeggen. En dit is er zeker één. Hier gaat openen Gilbert van Berg, die een aantal jaren chef-kok was op Château Neercan. Hij opent zijn deuren zodra de regering dat goed vindt. Dit wordt waarschijnlijk een heel bijzonder adres en binnen is al alles klaar. Voor degene die niet kan wachten tot de opening, die kan nu al elk weekend terecht voor de takeaway. Gilbert, je eigen zaak, je eerste eigen zaak, was dat altijd al het idee of is dat pas gaandeweg geboren? Ja, het was altijd wel een idee, maar ik heb er nooit echt een tijd op gezet. Ik heb echt gewoon altijd al mijn kracht en energie op mijn kant gestoken, ja. In de restaurants, maar op een gegeven moment kwam het gewoon erg spontaan voorbij en toen is dat balletje gaan rollen. Ja, het branden van binnen. Nou, ik wist wel dat ik ooit in mijn leven iets voor mezelf wilde gaan doen, dus een eigen restaurant. Maar ik heb nooit gezegd van voor mijn 30ste of voor mijn 40ste. Nee. En dat idee van hoe het dan zou moeten gaan uitzien, of wat voor stijl en zo, was dat al vanaf het begin of is dat ook gegroeid? Het is wel een beetje gegroeid. Ik heb in één keer, is al heel lang geleden, Peter Harkema had het restaurant was vol en Mathieu Hulsen wilde komen eten met wat vrienden en had hij die aan de keuken gezet in de kamp. Ja. Ik vond het een beetje eng in het begin en aanvankelijk, maar ik had gemerkt al heel snel dat die energie tussen de gast en mijzelf dat ik het ontzettend leuk vond. Mensen vinden het heel erg leuk om te horen hoe iets wordt gemaakt of enzovoort. Dus ik had een beetje door de jaren heen gemerkt dat ik het heel leuk vond om met gasten in contact te komen. En bij Neercan hebben we het er ook vaak al gedaan. In de laatste jaren heb ik iedere tafel wel minstens één keer tijdens het diner of lunch even ontmoet. Alleen toch is die afstand heel groot. Dus ik heb wel toen voor mezelf besloten, als ik het ga doen, dan wil ik graag echt een open keuken hebben. Waarin ik ook echt kan zien hoe gasten reageren op het eten. Liefst zelf het eten ook uitleggen. Zo is het tot stand gekomen. En wat kan ik hier als gast verwachten straks? Nou ja, eigenlijk ik vind het moeilijk om daar echt een label op te plakken. Maar in principe ga ik door op dezelfde weg als ik de laatste 2-3 jaar heb gedaan. Dus het is een beetje, ik noem het even een internationale keuken. Dus niet echt fusion wordt dat zo niet noemen, maar dus meer internationaal. Dus ik word me niet per se binden aan de Franse keuken, maar die zullen zeker terugkomen als basiskeuken. Dat is toch voor mij ook de basis, onder Hans Snijders altijd geleerd. Dus ja, wij koken eigenlijk ik noem het even een moderne keuken, hedendaags. Had je meteen gedacht van, als ik het ga doen, dan moet dat in de Wiek zijn, dus aan de andere kant van de Maas in Maastricht? Nee, niet per se gedacht, maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind Wiek wel echt een ontzettend leuke plek. Ik zit hier tussen, daar zit Savin met Beluga, hier zit Levi met Onglet en Harry's en Novo en ja, andere restaurants die ik nu vergeet, maar er is gewoon heel veel in Wiek. Ik vind het leuk dat het allemaal klein is, dus het is een hele leuke, inspirerende plek voor mij. Absoluut minder, maar we hebben maar 7 tafels. En met corona hebben we maar 6 tafels. Ja. Dus het kan zomaar zijn dat hier 12 man zitten eten. Ja. Maar aan de inrichting hebben we eigenlijk zelf gedaan. Dus wat voor mij belangrijk was, is dat ik ieder tafeltje heeft zijn eigen pendule. Dus alle tafeltjes hebben een eigen lampje. Wat precies op de tafel schijnt, die straling stopt eigenlijk aan de rand van de tafel. Waardoor het wel intiem is, maar het bordje wordt altijd gehighlight. We hebben een supermooi servies, maar ik heb ook zelf. Mijn sous-chef maakt dat Kas Driessen. De tafels en de stoelen, ze hebben gaandeweg ook naar gaan zoeken. We hebben alles in principe zelf uitgekozen. De pas en de bar zijn betegeld. Dat hebben we weer een beetje gezien bij het kabinet natuurlijk. Hè. Dat geeft een hele leuke huiselijke sfeer. Dus eigenlijk, je komt binnen en je eet bij ons aan de keuken. Maar je kan wel gewoon je eigen gasten aankijken. We willen niet dat gasten echt tegen de keuken aankijken. Het eten moet wel intiem zijn. Ja, je kookt of bedient niet mee, maar je zit wel in de zaak. Hoe zit dat precies? In principe, inderdaad, zoals je zegt, ik hou me voornamelijk bezig bij het wiekenkabinet. Dat is hier op de hoek. Dat is hier op de hoek, inderdaad. Dus op de vloer ben ik niet te aanschouwen, wel achter de schermen. En als Gilbert enige raad nodig heeft of wat dan ook, dan
weet je me te vinden. Maar we hebben het samen tot nu toe helemaal opgezet. Ja, en nu zit je zelf met je zaak op de hoek waar veel passanten komen. Dat is hier niet het geval, maar misschien dat dat voor een type zaak die zo'n Joubert wil, dat dat ook niet zo per se noodzakelijk is. Dat is meer voor de connoisseur, zal ik zeggen. Ja, in principe denk ik dat het juist een charme is dat het in een niet zo'n drukke straat ligt. Hè? Dus een beetje het mystieke, een beetje je best doen om het te vinden, als het ware. Maar het is ook wel een hele mooie verbindingsstraat tussen plein 92 en de Hoofdstraat van Wijk. Ja. Met ook, als het uiteindelijk open gaat, de Wijk Bazaar. Dat gaat ook een heel mooi concept zijn. Dus er is wel iets in deze straat, maar niet de drukte zoals we dat in de Brugstraat kennen. Nee, maar voor de echte geheimtips hoeft dat eigenlijk ook. Nee, ik denk dat dat juist inderdaad echt wel zijn charmes heeft, dat het een beetje in een achterafstraatje ligt, laat ik het zo zeggen.